De nieuwe burgemeester van Asten, Hubert Vos, is op dinsdag 4 december officieel geïnstalleerd in de hal van het gemeentehuis. Commissaris van de Koningin Wim van den Donk nam hem de eed af. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven wat beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, onmiddellijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Ik zal nu even, om de burgemeester ook echt het uiterlijk van de burgemeester te geven. Het is altijd van mijn aanschrijving. Ja, ik heb een klein jaar geleden gekregen van Hans. Ik heb hem bewaard, alleen de knoop die gaat nooit uit. Ja, dat is een prachtig om zo op te gaan. Zojuist heb ik de ambtsketen gekregen, overgedragen gekregen en ben ik geïnstalleerd en beëdigd tot burgemeester van de gemeente Asten. En ik vind het fijn en ik waardeer het dat u hierbij aanwezig wilt zijn. De benoemingsprocedure is goed verlopen en ik wil alle betrokkenen daarvoor hartelijk bedanken. Van de raad, vertrouwenscommissie en griffier tot de commissaris van de koningin en dus het kabinet in Noord-Brabant. De minister van BZK, ik vind het ook fijn om ook eens een keer door een CDA-minister benoemd te worden. Komt daar tegenwoordig nog maar eens om. Met uiteindelijk de handtekening van onze koningin. Ik ben u zeer erkentelijk. Ook wil ik Peter Gren bedanken. Die zal niet zo lang in Asten blijven, maar de waarneming is toch nog bijna een jaar geworden. En je hebt een aantal dossiers vlot getrokken en je hebt het uitstekend gedaan. Vanaf het moment van de voordracht en de positieve reacties in de media kreeg ik het gevoel erg welkom in Asten te zijn. Bezoek uit Asten bij ons in Hulsberg was gezellig. En het meegebrachte kistje, ervel of aardappelen, wortelen en uien was een leuk cadeau. En ik zal mij inspannen om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken. En het is Asten wat de klok slaat, wordt langzaamaan werkelijkheid. En het is vandaag echt begonnen. Terug naar Brabant, naar een regio die je kent, naar de 800-jarige gemeente Asten. En waarom doe je dat? Ja, als ik mensen uit Brabant zo sterk hoor praten dat je naar het beloofde land komt, dan vind ik eigenlijk dat ik als Gelderse die van Brabant houdt, de Limburger tekort doe. Want Limburg is niet zo slecht of minder, als u dat zo zegt. Maar de reden dat ik hier ben, is eigenlijk heel simpel. En dan moeten we, ja, ik heb het onderhand 10 keer gezegd. Mijn moeder zou zeggen, onze Hubert, die houdt het overal niet langer dan 6-7 jaar vol. En dat is eigenlijk, is dat met uitzondering van Mijl, waar het langer was, is dat mijn hele leven lang ook zo geweest. En als je 5,5 jaar nut, en nut is gewoon een goede gemeente, maar je hebt die drang om te veranderen, dan is er maar één reden. En die reden is zo simpel en zo duidelijk, die moet je vooral nooit meer vergeten. Kijk, als je dan toch wilt veranderen, en je zit in Limburg, en je hebt het in nut goed naar je zin, dan ga je in Limburg niet meer veranderen, want dan kun je net zo goed in nut blijven zitten. En dan gaat het gevoel spreken en dan wil je richting waar je vandaan komt en daarom ben ik in Brabant gekomen. Dus dat betekent, buiten Brabant zou er geen enkele gemeente meer zijn waar deze persoon naartoe zou gaan. Ik hoop dat u het nou even begrijpt. Dus, terug naar Brabant en regio. Als burgemeester van Asten vind ik het fijn om goede contacten te hebben met de bevolking en de inwoners. Bouw de Bruidspaar, een 100-jarige,
het uitreiken van een koninklijke onderscheiding voor een verdienstelijke vrijwilliger. Of gewoon een praatje maken, daar geniet ik zelf ook van. En je hoort ook nog eens wat er leeft. En betrokkenheid bij lief en leed. Om de gemeente beter te leren kennen, ga ik de boer op. Noem het een introductieprogramma. En ik zal zelf initiatief nemen om met dorps- en wijkraden een bijeenkomst te beleggen om eens nader met elkaar kennis te maken en eens te luisteren wat er nou eigenlijk speelt of wat het te doen is. Of hoe ze op die gemeente denken, of ik weet het ook niet. Het maatschappelijk middenveld kan in 2013 een verzoek verwachten om eens rond de tafel te gaan zitten. En voor de kennismaking met elke raadslid persoonlijk, afzonderlijk heb ik nog wat in petto. Maar dat ga ik je niet verklappen. Maar dat ga ik met u bespreken. Ik hou het mee op. Ik ga u bedanken. Commissaris. Een beëdiging in een raadsvergadering als deze geeft extra cachet aan deze raadsvergadering. Ja, u als wetenschapper. Ik ga met u staande de discussie niet aan wat er geweest zou zijn als ik voor de beëdiging als burgemeester een besluit genomen zou moeten hebben en of ik dan ook al daadwerkelijk in functie was. Maar ik vind het geweldig dat dit op deze manier kan plaatsvinden. En u zei het met andere woorden, maar het heeft mij ook getriggerd dat u herindeling benoemde, dat u een variëteit aanhaalde. En dat u een pleitbezorger was voor krachtig samenwerken. Wat dat betreft zijn wij partners en het kan misschien zo zijn dat de regering op dit moment er zo over denkt. Omdat wij in Brabant natuurlijk wat minder vertegenwoordigingen in het land hebben zitten. En misschien zou dat in de toekomst ook eens moeten veranderen. Dank voor uw aanwezigheid, maar ook voor uw bijdrage. En ik zal nog eens lezen. Het is voldoende. Het is voldoende, want er moet gewoon morgen gewerkt worden. En dat doe ik eigenlijk veel liever dan, te veel in de belangstelling staan. Dank u wel. Wij gaan aan de gang. En ik geef het woord terug aan de voorzitter. En fijn dat u er was. Het is Aster wat de klok slaat. Het is wel het moment waarop u van mij een stokje, en dat is in deze zin dan... De hamer, de voorzitter, samen mag overnemen. En dan kunt u deze buitengewone raadsvergadering afsluiten. Nou, is er nog een slotwoord, maar dat komt buiten de vergadering. Wie van mevrouw Vassen. Alsjeblieft. De vergadering.